Ik ben hier als politiek leider van het CDA in Nijmegen. Ik ben niet hier voor een landelijke campagne. Ik ben hier om Chantal Teunissen, de lokale lijsttrekker, te ondersteunen. U heeft alle vertrouwen in Chantal, heb ik al begrepen. Ja, is ontzettend goed. Ik ken haar enige tijd. Ze heeft ook actief meegedraaid bij mijn campagne in 2006. En omgekeerd vind ik het leuk om haar hier te treffen. Nijmegen is een geweldige stad. Maar ik denk dat er echt nieuwe impulsen nodig zijn. Dat heb ik ook van Chantal begrepen. Nou, dat is ook de boodschap die zij vertelt. Bent u niet bang dat door wat er allemaal is gebeurd afgelopen weekend, dat de komende week dat helemaal wordt ondergesneeuwd, of die lokale verkiezingen helemaal worden ondergesneeuwd? Ik denk dat we daar voor een deel ook zelf bij zijn. Natuurlijk zou dat erg jammer zijn, maar ik vertrouw ook op de media dat zij dat ook op de juiste manier weten te waarderen. En uiteindelijk zijn wij daar zelf ook verantwoordelijk voor, dat we mensen er ook op attent maken dat het uiteindelijk gaat om een lokaal geluid en om de toekomst van de stad, in ons geval van ons Nijmegen. Meneer Van Acht, voor wie bent u nu vanavond gekomen? Voor Chantal Teunissen of voor Jan-Peter Balkenende? Geheid voor Chantal. Jan-Peter Balkenende was natuurlijk een kostelijke toegift. En ik ben blij dat ik hem ook, nog eens even van gedachten heb kunnen wisselen over zaken in het belang van het vaderland, het ganse vaderland. Maar het ging allereerst om Nijmegen en dus onze Chantal. Ja, en ik zag dat u Balkenende nog een knuffel heeft gegeven zelfs. Ja, nou dat verdient hij ook wel.